Goedenavond en welkom bij het nieuwsprogramma van 1 op maandag. Met vanavond onder meer, Den Haag komt met geld voor de regio, brandweer in Borger en Veendam vangt asielzoekers op. Met een ongeval, want op de N379 aan de Drentse Mondenweg vond maandagmiddag een ongeval plaats. Vlakbij de afrit van de N374 is een bestelbus van de weg geraakt. De bestuurder kwam vanuit Drouwenemond en zag een auto op zijn weghelft rijden. De bestelbus is uitgeweken en kwam tot stilstand tegen een boom. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De twee mensen die vrijdagavond omkwamen bij een ongeluk op de N366 ter hoogte van Vledderveen zijn een 33-jarige man uit de gemeente Stadskanaal en een 41-jarige man uit de gemeente Barendrecht. Dat meldt de politie Groningen zaterdagochtend. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond omstreeks 7 uur. Op de N366 kwamen twee voertuigen in botsing waarbij een auto in de sloot belandde. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. En voor één slachtoffer kwam de hulpverlening te laat. Hij overleed ter plekke en het andere slachtoffer overleed later op de avond. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden. Een 2-jarige peuter uit Veendam is mogelijk als gevolg van mishandeling overleden. Het jongetje werd op 11 januari aan het eind van de middag naar het UMCG overgebracht, waar hij een paar dagen later overleed. Uit het door RTV Noord verzamelde informatie blijkt dat de artsen in het ziekenhuis vrijwel direct de politie hebben geïnformeerd. Dat hield verband met de omvang van de ernst van de verwondingen die zouden duiden op fysiek geweld. De recherche is daarop in actie gekomen en de politie is nog druk bezig met het onderzoek. Tijdens het incident was de peuter bij de nieuwe vriend van zijn moeder in een pand aan het Veenlustplein in Veendam. Dat wordt bevestigd door meerdere betrokkenen. De politie heeft op die plek ook forensisch onderzoek gedaan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en vanwege de privacy van de betrokkenen en omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie ook nog geen nadere toelichting geven. De burgerwachten van Ter Apel en Ter Apelkanaal hebben vrijdagavond twee mannen aangehouden aan de Zandberg in Ter Apelkanaal. De twee mannen waren behoorlijk agressief en achteraf bleken ze gestolen spullen bij zich te hebben. Volgens de burgerwachten hielden de inwoners van Ter Apelkanaal de twee mannen vrijdagavond al in de gaten, omdat ze erf op en erf af gingen en de dingen open probeerden te breken. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de twee mannen van 32 en 41 jaar vrijdagavond in Ter Apelkanaal zijn aangehouden op verdenking van diefstal. De 32-jarige man die zit nog vast en wordt verhoord. De 41-jarige man is inmiddels vrijgelaten. Een grote verrassing voor Erik Roelsema uit Alteveer. Want tijdens een etentje in een restaurant in Norg werd hij geridderd door de burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots. Het etentje stond in het teken van het 15-jarig bestaan van de stichting Wensambulance, waar Roelsema werkzaam is. Deze feestelijke gelegenheid werd extra speciaal toen Roelsema ter ere van zijn inzet een lintje kreeg opgespeld door Klaas Sloots. Burgemeester Klaas Sloots was overigens niet de enige hoogwaardigheidsbekleder die voor Roelsema naar Norg was gekomen, want ook de commissaris van de Koning in Drenthe, Jette Kleinsma, was aanwezig. Wandelen, klimmen, coördinaten volgen, raadsels oplossen en vooral heel veel teamwork. Het was er allemaal. Tijdens de 14e editie van de 4B, waar brandweerlieden uit heel Drenthe zich verzamelden voor de jaarlijkse wandeltocht. Een zware beproeving voor de brandweer in Drenthe afgelopen weekend. En deze keer had het niks te maken met brand, vuur of katten in bomen, maar met een intensieve puzzeltocht in het bos. Het was namelijk tijd voor de jaarlijkse 4B-loop. De 4B's, de letters, die staan al voor bewegen bij brandweer Borger. Het is een survival in het bos. Survival is misschien een zwaar woord. Het is een wandeling met activiteiten. 6 opdrachten in het bos. In de route staan ook letters verborgen her en der. Dus als ze de route op de juiste manier uitpuzzelen in het boekje, krijgen ze ook alle letters mee onderweg. En daarmee heb je dan uiteindelijk straks een eindtijd genoteerd. Overigens is het niet alleen maar de brandweer die deze survival doorstaat. De hoofdtaak is eigenlijk inderdaad brandweer Drenthe. Heel brandweer Drenthe wordt elk jaar hiervoor uitgenodigd. En toevoeging daarin is inderdaad het team van de gemeente. Ooit zijn we begonnen met de voormalige burgemeester, was Marco Oud. En Jan Zeton heeft dat gelukkig ook opgepakt, is daar ook in meegegaan. Is daar ook vol lof over, dat zul je ongetwijfeld hebben gehoord van hem. Ja, dit is een vaste traditie. Elk jaar doen wij mee met de 4B in Borger. Een brandweer lopen door de bossen op een onbekend parcours.
En er is altijd een team burgemeester waar ik vanzelfsprekend aan deelneem. Nou, eigenlijk is het leukste de kameraadschap. Dat mensen een beetje competitie met elkaar gewoon gezellig een middag door het bos wandelen. Een beetje competitie hoort er wel bij, want iedereen wil uiteindelijk toch wel winnen. En er zit een puzzel toch bij. Nou, je wil eigenlijk die puzzel wel opgelost hebben als we straks hier weer terugkomen. Dit jaar is wel een iets andere editie. Het vindt namelijk plaats overdag. Ja, het was altijd vrijdagavond, vrijdagnacht. Donker, dat maakt het mooier, spannender, spectaculairder in onze ogen. Maar goed, ook nu overdag, ja, we zijn echt weer blij en trots dat dan toch alle teams hier weer staan. Een speciaal weekend voor Pokémon-fans. De felbegeerde Pokémon-kaart van het Van Gogh Museum is vanaf zaterdag ook verkrijgbaar in de winkel. In 2023 vierde het Van Gogh Museum in Amsterdam haar 50-jarig jubileum. En om dit te vieren besloot het museum een bijzondere samenwerking aan te gaan met Pokémon. Voor de gelegenheid werd een speciale Pokémon promokaart uitgebracht. De kaart is geïnspireerd door het bekende schilderij van Vincent van Gogh, genaamd Zelfportret met grijze vilthoed. En sinds 10 februari is de kaart verkrijgbaar in deelnemende winkels. En wat een geliefde kaart mag kosten, dat ligt er maar net aan. De populaire kaart wordt op dit moment cadeau gegeven bij aankoop van artikelen uit de Pokémon Trading Card Game. Woensdag bracht de gemeente Veendam het nieuws dat zij asielzoekers gaan opvangen. Woensdag is bekend geworden dat er ruimte wordt gemaakt voor 100 asielzoekers aan de Lloydsweg in Veendam. De asielzoekers die hier komen hebben al een aanvraag tot asiel gedaan, vertelt burgemeester Sandra Korthuis. Het zijn in ieder geval mensen die nog in procedure zitten, dus die een asielaanvraag hebben gedaan om in Nederland asiel te krijgen. En we hebben de afspraak gemaakt met het COA dat het vooral zou gaan om gezinnen. En ook kunnen er alleenstaanden bij zijn. Maar we hebben ook expliciete afspraken gemaakt, geen conflicterende doelgroepen. Dus dat betekent dat we ook aan de voorkant qua achtergrond van de mensen gaan kijken dat de veiligheid maximaal gewaarborgd is. Dat is natuurlijk als eerste de verantwoordelijkheid van het COA. COA heeft wel gezegd, we krijgen een bepaalde instroom en daar zal het ook wel een afspiegeling van zijn. Dat snappen wij ook als gemeente, maar we hebben afgesproken dat we wekelijks overleg met elkaar hebben hoe het gaat op de locatie, wat voor vraagstukken er spelen en wat voor maatregelen er eventueel nodig zijn. Gemeenteraadslid Hanneke Schoenmaker heeft eerder in de gemeenteraad een verzoek richting de burgemeester gedaan om te kijken waar de gemeente Veendam het COA kan ondersteunen. En zij is dan ook blij dat er naar haar en de andere raadsleden geluisterd is. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik vind het belangrijk dat Veendam ook een steentje bijdraagt en dat we opvang bieden aan mensen die dat nodig hebben en daarmee ook de situatie in Ter Apel, de druk daar een beetje kunnen ontlasten. Ik denk dat deze 100 voor een jaar dat Veendam hiermee een goede bijdrage levert. Ik begreep dat deze rekensom ook in overeenstemming is met de gedachte achter de spreidingswet. Dus dat lijkt me in orde zo. En dan tegen de tijd dat dit jaar bijna voorbij is, dan moeten we maar verder zien. Gemeenten die meewerken aan de spreidingswet krijgen €2500 per asielzoeker. Maar dat potje met geld gaat aan de neus van de Veendammer gemeente voorbij. Wij komen niet in aanmerking voor die vergoeding, omdat je dan een locatie moet hebben voor minimaal 5 jaar. En dit is een afspraak voor 1 jaar. Dus die vergoeding krijgen wij niet. En ik doe bij deze nogmaals een beroep op alle collega's in de rest van het land om ook hun verantwoordelijkheid te nemen om Ter Apel en Groningen te ontlasten. Want wij doen al ongelooflijk veel. En Groningen is overigens ook de enige provincie die een bestuursakkoord met het Rijk heeft gesloten. Het geld voor de verschillende regio-deals is verdeeld door het kabinet met een mooi taartpunt voor Groningen. Het plan om de regiocentra, waaronder Stadskanaal, Musselkanaal en Veendam, leefbaarder te maken, kan 20 miljoen verwachten. De regio-deal Oost-Groningen zelf krijgt nog eens 12,5 miljoen. Verantwoordelijk minister De Jonge was maandag nog in Pekela en Stadskanaal om bij de presentatie het masterplan regiocentra te zijn. Bij zijn bezoek zag hij een heldere noodzaak dat er inderdaad geld nodig was. Verder hield hij nog stil of het plan ook daadwerkelijk geld kon verwachten. Maar nu is dus toch de kogel door de kerk. De roep om de kunstwerken van kunstenaar Jan van der Zee, die in het Winkelen Prinsgebouw staan, te behouden, wordt steeds groter. Eerder stelde de lokale SP-fractie al vragen aan het college. En afgelopen week deden de nabestaanden van de kunstenaar dat ook. En dinsdagavond stelde de PvdA van Veendam opnieuw vragen over de kunstwerken. Er hangen namelijk 3 unieke fresco's van Van der Zee in het oude Winkelen Prinsgebouw die gesloopt gaat worden.
En Van der Zee was als kunstenaar lid van de Ploeg, een kunstenaarsvereniging, die moderne kunst meer aan het licht wilde brengen rond de jaren 20 van de vorige eeuw. En dit fresco was een kunstwerk gemaakt in 1958. Het college van burgemeester en wethouders antwoordde aan de SP over het mogelijk behoud van het kunstwerk dat er geen rendabele oplossing is om te doen vanwege de slechte bouwstaat van de muren en er geen geschikte kandidaat is voor overname en het ook te veel geld kost om het kunstwerk te behouden. Wel heeft het college samen met het Veenkoloniaal Museum en het Gronings Museum zeer gedetailleerde foto's laten maken. Ja, een belangrijke week voor leerlingen van CKC School 59 in Nieuw-Buinen. Want deze week werken ze namelijk hard aan de doorstroomtoets. Deze week ging de doorstroomtoets van start voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. Zo ook voor de leerlingen van de CKC School 59 in Nieuw-Buinen. Ook daar ziet het laatste jaar van de basisschool er door de komst van de nieuwe toets ineens heel anders uit. Het advies van de school is net geweest. Dat is net vorige week hebben alle kinderen hun voorlopig advies gekregen. En nu maken ze de toets al. En dan krijgen ze, volgens mij krijgen wij halverwege maart krijgen wij de uitslag van deze van de kinderen. Mm. En dan een week later krijgen de ouders en de kinderen hun definitieve advies. En dan krijgen de ouders een week lang de tijd om hun kind aan te melden bij het VO-school van de voorkeur. Een grote verandering ten opzichte van de oude CITO-toets is dat de doorstroomtoets een stuk eerder in het jaar wordt gemaakt. De vraag blijft, is de toets inhoudelijk ook anders dan zijn voorganger? Qua inhoud zit er eigenlijk niet heel veel verschil in. Het is meer dat het tijdstip dus veranderd is. En het heet nu de doorstroomtoets omdat het de kansengelijkheid voor de kinderen eigenlijk vergroot. He, dus dat de kinderen... Nou ja, het eigenlijk nog doorgroeien nadat ze eigenlijk het eindtoets hebben gemaakt. Hoewel de doorstroomtoets de nodige veranderingen met zich meebrengt, is de toets niet leidend geworden voor het schooladvies. We hebben de kinderen hier 8 jaar gevolgd op school. We weten wat ze kunnen, we weten wat ze in huis hebben. Ja. Dus dat hangt niet alleen maar, hun advies hangt niet alleen van die laatste toets af. En dan is het eindelijk voorbij. De toets is klaar. Is er tot aan de zomervakantie nog wel iets te doen op school voor de leerlingen uit groep 8? Natuurlijk, het is de laatste periode van hun basisschooltijd. Dus die rond je wel op een hele fijne en leuke en gezellige manier af met ze. Dus daar werken we ook naartoe, naast dat we gewoon nog instructies geven en nog gewoon lessen geven. Treinreizigers waarderen treinstation Veendam met een 7. Dat blijkt uit de Landelijke Stationbelevingsmonitor 2023. Een onderzoek in opdracht van de NS en ProRail onder meer dan 83.000 treinreizigers. De 7 is beter dan het cijfer dat ze in 2022 kregen. En toen kreeg het Veendamme station een 6,7 van de bezochte treinreizigers. Een mooie dag voor deelnemers aan de snertwandeling in Veendam. Een wandeling die bedoeld is om mensen in beweging te brengen. Een gezellige ochtendwandeling voor de ouderen in Veendam. Veendam Beweegt organiseerde hun jaarlijkse snertwandeling. Twee jaar geleden zijn we begonnen met een snertwandeling. En ja, het doel daarachter is gewoon mensen lekker in beweging zetten. En ook in de winterperiode proberen dan de mensen gewoon een beetje uit hun luie stoel te krijgen. En het is vaak snertweer tijdens de snertwandeling. Dus dat is heel passend. En ja, aan het einde van de wandeling krijgen de mensen een bak snert. Met mooi weer en een leuke wandeltocht kwam een groot aantal sportievelingen op het evenement af. Nou, we hebben in totaal 75 aanmeldingen gehad. En die hebben zich ook gewoon aangemeld via de Veendam Beweegt app of via een mailtje. Maar er zijn ook mensen zo aankomen waaien. Dus ik heb op dit moment niet helemaal zicht van hoeveel we nou hebben. Maar ik denk dat we wel op 80 deelnemers zitten ongeveer. Niet alleen is de wandeling goed voor de gezondheid, maar ook de verbinding van de buurtbewoners. Ik woon nog niet zo lang in Veendam en ik probeer zo aan nieuwe sociale contacten te komen vandaar. Want dat is gewoon gezelliger om samen te bewegen dan dat je dat alleen doet. De deelnemers waren in elk geval erg enthousiast. We hier een geweldig park hebben waar je geweldig kunt wandelen. En dat Veendam Beweegt leuke dingen organiseert. Dat is wel heel erg de moeite voor de ouderen in Veendam. Onder andere de ouderen. En uiteraard stond na de wandeling een kop snert voor de deelnemers klaar. Nou, lekker wandelen in dit mooie Borgerswold. En na afloop een lekker kopje soep. Snert, een kopje snert. Bloemen- en woonwinkel Viro in Veendam heeft haar laatste deel winactie van Facebook afgehaald. De ondernemer kreeg door dat er berichten in omloop waren die verstuurd werden naar mensen die meededen met de actie. En in die berichten stond een phishing link om gegevens te ontfutselen.
Ja, voorlopig ziet de ondernemer af van een nieuwe actie. Vero besluit het een tijdje rustig aan te doen. En als er weer een actie wordt opgezet, dan moest dat misschien maar eens een fysieke actie worden. Dus dat je alleen mee kan doen als je in de winkel bent geweest, aldus de ondernemer. De organisatie van het Boeren Rock Festival heeft vrijdagavond een nieuwe naam toegevoegd aan de line-up. Miss Montreal zal zondagmiddag samen met Davina Michel het festival afsluiten. De organisatie zet daarmee de lijn voort van het afgelopen festival, want toen werd de zondagmiddag afgesloten door Direct en Kraantje Papi. De Wilde Vankhal stond afgelopen weekend vol van de fanatieke turnsters. SC Klias hield daar namelijk haar wedstrijden. Vanuit de KNGU kreeg de turnvereniging speciale materialen om de wedstrijden nog beter te laten verlopen en met succes. Want vele sporters van SV Klias behaalden een gouden medaille. Een boerenprotest, een uur lang onverzettelijkheid van de Buneberen en zelfs een achterstand moest Nieuw-Buinen zondagmiddag overwinnen in de derby tegen buurman Buinen. Maar dankzij de topscorer van Zeta stapten de Oranjehemden toch met 3 punten van het veld en werd het 1-3. Door de zege blijft Nieuw-Buinen opgeslagen in de vierde klasse D en ligt de club die de laatste jaren in een vrije val terechtkwam nog altijd op koers voor het kampioenschap. FC Ter Apel 96, dat vorige week verloor bij Wijster, staat tweede op 6 punten achterstand, maar wel met een duel minder gespeeld. Buinen, dat op 5 punten had kunnen komen van de buurman, lijkt zich te kunnen gaan focussen op het bereiken van de nacompetitie. En dan gaan we naar het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wordt het 3 tot 5 graden. Dinsdag is er zon en komt er later meer bewolking, is er ook kans op een bui. Het wordt dan 8 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond is het droog, maar in de nacht gaat het regenen en daalt het kwik naar de 5 graden. De rest van de week blijft het regenachtig, maar de temperatuur loopt wel op naar de 10 à 12 graden. Dit was 1 op maandag voor deze week. Voor meer nieuws kunt u ons volgen via de website van RTV1. Heeft u zelf nieuws, dan kunt u dat melden via de redactie van RTV1 of via onze social kanalen. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met onze talkshow 1 op vrijdag. En volgende week maandag natuurlijk weer met 1 op maandag. Een fijne avond nog. Dag!